allemaal, mijn naam is Rani en welkom bij Educate Yourself. Vandaag gaan we stilletjes aan de zomer inglijden en gaan we het hebben over de zonnebank of zonnebalen. Zoals ik je al eerder heb verteld in een vorig seizoen van Educate Yourself, heeft de zon heel veel voordelen. Het is goed voor ons psychologisch welzijn, het zorgt voor vitamine D aanmaak in ons lichaam, het kan een behandeling zijn tegen psoriasis, het geeft ons een bruin kleurtje wat een teken is van status. Het is een heel goede therapie voor huidaandoeningen zoals vitiligo, eczeem, acne en ga zo maar door. En het verdikt ook onze horenlaag, waardoor we een natuurlijke bescherming tegen de zon krijgen. Daarom, door al die positieve dingen, lijkt het wel een goed idee om in de wintermaanden of vlak voor je op reis gaat, de zon te gaan opzoeken door middel van een zonnebank. Maar is dat wel zo'n goed idee? Want zoals je weet kan de zon heel veel nadelen hebben. Je kan erdoor verbranden, je kan er zelfs een zonneslag van krijgen. De zon en de UV-stralen die zorgen voor een snellere huidveroudering. Je kan er huidkankers van krijgen, je kan er DNA-beschadiging van krijgen. Het licht van de zon zorgt dus voor huidveroudering door pigmentvlekken. De zon is dus niet ideaal als je daar onbeschermd mee te veel in contact komt in de buitenlucht. Hoe zit dat dan met die geconcentreerde stralen onder die zonnebank? Let's find out. Het eerste probleem met de zonnebank is dat mensen die onder de zonnebank gaan, te veel gaan en er te lang blijven onder liggen. Dermatologen, dus de huiddokters, die adviseren om niet meer dan één keer per maand onder de zonnebank te gaan. Maar volgens de zonnestudio's gaat het helemaal geen kwaad om 2 à 3 keer per week onder de zonnebank te gaan. Ze gaan er alleen maar iets over zeggen als je elke dag komt. Maar natuurlijk, het bedrijf moet draaiende gehouden worden. Dus die gaan niet zagen als je meer dan 1 keer op de maand wilt langskomen. En als jij nu te vaak en te lang onder de zonnebank gaat en elke 2 dagen naar de zonnebank gaat, dan kan je wel eens vervelende gevolgen gaan ondervinden. De kans op huidkanker neemt namelijk enorm toe. Wist je dat? Ja, als je 2 keer serieus verbrand bent, dat je maar 80% meer kans hebt op huidkanker te ontwikkelen? Dat is enorm veel. En als je weet dat je onder de zonnebank ook eens rood verbrand kan zijn, is dat niet echt een ideale optie. Voor wie vaak onder de zonnebank gaat, is het ook onvermijdelijk dat je rimpels krijgt. Een zonnebank droogt je huid namelijk uit omdat het vocht in je huid verdampt wordt. Ook de collageen- en elastinevezels in je huid, die je huid glad en veerkrachtig houden, die gaan niet meer zo goed werken, waardoor je huid een lederachtige look krijgt. Je kan dat echt heel goed zien, bijvoorbeeld bij vrachtwagenchauffeurs. Als jij op het einde van hun carrière naar die huid gaat kijken, ga je zien dat deze kant van de huid eigenlijk op een normale manier verouderd is, maar dat die kant van de huid veel meer te maken heeft met die lederachtige look, met die ouderdomsvlekken en zelfs met huidkankers, omdat die kant heel veel in de zon heeft gezeten van telkens met de vrachtwagen te rijden. Nog een klein nadeel, en dat ga je waarschijnlijk ook al wel gemerkt hebben als jij al eens onder de zonnebank bent geweest, de zonne en onder de zonnebank gaan, dat werkt verslavend. Daarom dat is ook de meeste mensen te veel en te lang gaan. De Belgische professor Gerald Pierard van het Universitair Ziekenhuis in Luik heeft zelfs beweerd dat onder de zonnebank gaan even verslavend werkt als alcohol of sigaretten. En zonnebanken is slecht voor je ogen. Je ogen kunnen worden aangetast door te veel UV-straling. Zodoende kan zonnebanken zorgen voor een bepaalde vertroebeling van de lens, daarom dat je ook vaak van die oogdopjes moet opzetten als je onder de zonnebank gaat. Zo lezen of met je ogen open gaan die je staren is dus helemaal geen goed idee. Als je dus aan mij zou vragen of een zonnebank een goed idee is, ga je mij altijd nee horen zeggen. Mijn visie is, als je echt zo graag een bruin kleurtje wilt, neem dan zelf bruiner. Neem dan een zelfbruiner en bouw dat dan op, dat je op vakantie dan tenminste door de echte zon op een veilige manier met een factor 50 traag en gezond kunt zonnen. En de zonnebank die bereidt je ook helemaal niet voor op een vakantie, wat je ook mag beweren. De zonnebank die zorgt er niet voor dat je minder snel gaat verbranden of dat je sneller gaat bruinen.
Ga dus op zoek naar een goede zelfbruiner. Smeer altijd een SPF 50 als je in de blakke zon komt. En onthoud dat een SPF 50 je wel doet bruinen. Gewoon een beetje trager, maar veel gezonder. Volgende week ga ik je een aantal behandelingen meegeven en aanraden die je kan gebruiken om vlot de zomer in te gaan. Tot dan!